En Desktop Destiny, ik vind het een hele mooie naam. Maar ik denk dat iedereen ook, als het gaat om desktop, ja, is het nog de desktop? Nee, het ging over veel meer. En zo zien wij dat eigenlijk ook bij Microsoft. Het gaat niet alleen over de PC, de tablet, maar juist ook dingen als telefoon. En vraagstukken rondom Enterprise Mobility en het thema Enterprise Mobility wil ik het vandaag even verder met jullie over hebben. En wat de rol is die eigenlijk de aankondigingen van Windows 10 daarin kunnen betekenen. En dan gaat het niet zozeer over het besturingssysteem aan zich, maar juist ook over de ecosystemen er omheen. Nou, laten we even starten met waarom is Enterprise Mobility zo belangrijk? Iedereen zal het herkennen dat ja, de businesskant, waar het eigenlijk echt om gaat, die de IT-afdeling, IT-afdeling moet ze bedienen. Daar gaat het er over dat er overal en altijd gewerkt moet worden. Dat als we dat dan doen, er ook voor gezorgd moet worden dat daadwerkelijk de productiviteit kan toenemen op die andere plaatsen. En dat je zelf zeg maar op die externe locaties gebruik kunt maken op allerlei faciliteiten, op allerlei manieren gefaciliteerd wordt om dan te kunnen werken. En uiteindelijk dus om de klanten van jullie, van de organisatie, de klant van de klant zeggen we dan wel eens, beter te bedienen. Als IT heb je dan eigenlijk die vraagstukken, hoe ga je daar nou mee om? Hoe ga je nou daadwerkelijk helpen? En hoe zorg je ervoor dat die oplossingen goed gaan werken? En de uitdaging die jullie hopelijk zullen herkennen, is dan hoe zorg je ervoor dat je een goede balans kunt vinden tussen het mogelijk maken wat die gebruikers en wat de business wil, het geven van vrijheid eigenlijk aan ze en het juist hebben van die IT-controle. En als we daar even op inzoomen onder de noemer Enterprise Mobility vandaag de dag, dan zal aan de businesskant juist de vraag gesteld worden van hebben wij de juiste strategie? Zijn we op de juiste manier de vraag ook richting de IT aan het stellen? En hebben we de juiste opdrachten gegeven aan onze organisatie om beter te kunnen werken? Om ervoor te zorgen dat ze ook weten hoe ze die verbeteringen in die businessprocessen kunnen brengen met behulp van IT. En de IT-afdeling kijkt er dan naar en die krijgen die vragen rondom het hebben van een meer mobiliteitsgerichte IT-afdeling of IT-diensten zou je bijna zeggen. En bring your own device is dan eigenlijk een van de dingen die natuurlijk iedereen hopelijk bekend mee is, maar vooral misschien ook wel getroffen heeft. En dat gaat vandaag de dag verder dan alleen het ontsluiten van e-mail en kalender, want dat is waar we mee gestart zijn, om mobiliteit mogelijk te maken. Maar dat moet veel verder gaan, want we zien gewoon dat die vraag er nog steeds staat. En dan krijg je dus de vraag, hoe zorg je ervoor dat je applicaties die businessprocessen ondersteunen, juist mobiel ter beschikking gaat stellen. En dan bedoelen we niet per se dat dat in een app moet zitten, maar hoe kan je ervoor zorgen dat als iemand dan dat mobiel wil gebruiken, dat ook voor diegene werkt. En niet geheel onbelangrijk, als IT zul je dan altijd de vraag stellen, hoe zorg ik ervoor dat ik de juiste controle daarop hou en de juiste beveiliging? Het is dus absoluut tijd om die dingen bij elkaar te brengen en die vragen vanuit de business verder nog te interpreteren en te begrijpen om naar een goede mobiliteitsstrategie te komen. Als we daar kijken naar wat wij als Microsoft bedoelen met Enterprise Mobility, dan gaat het erom dat we eigenlijk deze dingen als een keten bij elkaar blijven zien, want dat is wat de mobiliteitsstrategie uiteindelijk vormgeeft. Het hebben van slimme apparaten die ervoor zorgen dat je dat kunt consumeren, dat het ook blijft werken en dat je dus productief kunt zijn, dat je het met je mee kunt nemen als cloud-powered mobile app, noemen we dat dan. En dat het ook daadwerkelijk inzichtelijk, als je dan zeg maar mobiel aan het werk bent, dat het ook real-time is. En dat je daadwerkelijk dat inzicht hebt voor het businessproces wat je op dat moment doorloopt. En real-time customer insights is dan met name iets waar we focussen op ja, CRM-achtige oplossingen bijvoorbeeld. En in zijn, aan de onderkant staat dan, niet als blokje, maar wel, daar gaat het ook om natuurlijk, hoe zorg je ervoor dat je dat op een veilige en een beheersbare manier doet.
Dat is wat wij verstaan onder de context van enterprise mobility. Maar als we dat heel even terugbrengen naar die vraag die jullie ondertussen waarschijnlijk al gehad hebben en waar je mee misschien wel worstelt of een oplossing voor gevonden hebt. De vraag die ik aan jullie zou willen stellen is, is het toestaan van bring your own te voorkomen? Ja of nee? Heeft iedereen de boekjes of de app of wat dan ook ter beschikking? Kunnen jullie het even omhoog houden, zodat we een beetje een gevoel krijgen met elkaar in de zaal? Of anders... Ja? Laten we het even sneller doen. Wie zegt dat het toestaan van bring your own device te voorkomen is? Eén dapper iemand. Mag ik u vragen om daar heel even op te reageren dan? Ja, dus u zegt eigenlijk het... Nee. Ja. Ja, en de vraag was natuurlijk meer niet zozeer of je het wel of niet mogelijk kunt maken, maar zou je er überhaupt zeg maar over kunnen nadenken dat je het niet toestaat? En ik ben aan de ene kant van mening dat het wel te voorkomen was. Als we ervoor gezorgd hadden als IT-leveranciers en afdelingen en organisaties zijnde, dat de vragen van de business en de wensen die zij hebben daadwerkelijk beantwoord waren, dan hadden ze die vragen waarschijnlijk nooit gesteld dat ze met hun eigen apparaat wilden werken. En ik zet hem even zo cru neer, omdat we juist even in die mindset moeten komen, dat waar iedereen waarschijnlijk ook mee te maken heeft, is dat de businesses, de eindgebruikers, hun eigen oplossingen zien te zoeken. Op het moment dat je iets wil controleren en dichtzet en het antwoord geeft dat het niet mogelijk is, dan wordt er soms een oplossing daaromheen gezocht. En dat is precies niet wat je wilde. Dus het is natuurlijk een beetje cru, het is niet te voorkomen. Uiteindelijk heb je altijd die wens van organisaties en van de mensen die daar werken, dat ze met hun eigen apparaat op hun eigen manier werken. Maar het is wel even belangrijk om die mindshift te hebben dat het daadwerkelijk ook zo is. Dat je ervoor moet zorgen dat je in de hoofden van die mensen zit om te begrijpen wat ze nou daadwerkelijk zeg maar nodig hebben. En ik ben van mening dat een organisatie die bezig is met een bring your own device strategie nog niet goed doorgevraagd heeft over wat ze nou echt willen, die mensen. Want het ging niet per se om die iPad. Het ging niet per se om een ander telefoon dan dat de standaard is. Het ging over dat het daadwerkelijk iets meer voor ze geeft, dat apparaat. Dat het op een andere manier voor ze werkt. Dus, het is tijd om die verandering te kunnen gaan maken. Om ervoor te zorgen dat die mobiliteitsstrategie opnieuw zeg maar bepaald wordt. Wat gaat het betekenen? En ga dan voorbij aan zeg maar wat wij tegenwoordig vandaag bring your own device noemen. Want enterprise mobility is breder dan alleen het device en het management en de controle daarop. En zorg er dus voor dat dat met de juiste middelen ondersteund kan worden. Dus nog heel even over de componenten van enterprise mobility. Naar Microsoft komen we natuurlijk met deze visie, omdat wij denken dat we op al deze elementen de juiste invulling kunnen geven voor jullie. En om daar even een gevoel bij te geven, als wij het hebben over smart connected devices, dan zullen de devices waar Windows op draait business ready zijn, om er daadwerkelijk ook voor te kunnen zorgen dat je die beveiliging en controle kunt uitoefenen. Dat zegt niet dat dat de enige apparaten zijn waarmee je het mogelijk maakt, maar het zijn wel Microsoft-apparaten waarmee het sowieso ook kan. Als wij zeggen productivity anywhere, dan betekent dat heel vaak dat we juist gaan praten over wat kun je allemaal mogelijk maken met Office 365 en Link. En Office 365 is natuurlijk e-mail, SharePoint en al die andere producten en workloads die daarin zitten. Voor een mobile-first en cloud-first app is het belangrijk dat we een uniform platform bieden. Dat het niet uitmaakt
of je dat wilt benutten op een tablet, op een pc, op een desktop of op een telefoon. En daar komen we dus ook mee, nu. Om het inzicht te hebben als je dan mobiel aan het werk bent in de klant, is Dynamics CRM, maar ook uiteindelijk naar misschien iets eenvoudigere businessprocessen, alles wat binnen Office 365 beschikbaar gesteld wordt, geeft veel meer mogelijkheden om mobiel daarin te kunnen werken. En last but not least is natuurlijk, hoe zorg je er dan voor dat die beveiliging en die management en die controle in balans is met die gebruikersvrijheid? Daar moet je naar kijken en dan hebben wij een product dat heet de Enterprise Mobility Suite. En daar zitten een aantal componenten in die juist die elementen voor de security en de manageability verder mogelijk maken. Het leek me goed om daar iets meer gevoel bij te geven, omdat het gezien de locatie en het evenement waar we zitten, vooral dan ook gaat over, ja, dat is leuk, maar hoe doe ik dat dan? Nog heel eventjes die verandering. Wat belangrijk daar is, is gebruikers hebben apparaten, maakt niet uit wat het is. Daar gebruiken ze apps op. En met die apps creëren ze data, apps of applicaties. En de IT, die hangt daarachter. Om ervoor te zorgen dat die controle gegeven moet worden. En die keten, die zien we ook, zeggen we ook nog wel eens dat dat de workplace stack is. Die je zoveel mogelijk van elkaar moet zien te scheiden. Maar die dingen hebben een relatie met elkaar. En wat zo belangrijk is, is dat dat fenomeen eigenlijk op al die verschillende niveaus, moet je daarop innoveren om ervoor te zorgen dat je mobiliteit verder mogelijk maakt. Nou, laten we nog heel even beginnen met hoe dat dan vandaag de dag ging. Even in de historie, niet zo lang geleden, gingen we met laptops werken om mobiliteit mogelijk te maken. Dan hadden we daar producten als System Center op, om dat mogelijk te maken. Toen werden het veel meer devices dan alleen laptops. Het ging ook over telefoons en het ging ook over andere apparaten met een iOS of een Android besturingssysteem. En daar werden SaaS-applicaties op gebruikt. Dat is nog steeds zo, dat wordt nu gedaan. Maar het verhoogt de complexiteit alleen maar. Iedere keer weer, er komen weer nieuwe dingen bij, want dit staat niet per se in jullie eigen omgeving. Met die SaaS-applicaties wordt data gegenereerd. Documenten, misschien wel ander type data. En die staat misschien ook wel ergens in de cloud om die mobiliteit, zeg maar, beter mogelijk te maken. En er komen allerlei oplossingen om personal data op te slaan. Dropbox, Microsoft's SkyDrive of OneDrive vandaag de dag. En allerlei andere oplossingen. En die data, die staat ook ergens. Weer een laag die complexer geworden is. Die data en die apps die staan dus overal in die cloud en het is daardoor wat minder bereikbaar geworden. Je hebt het minder onder controle. Wie heeft het vandaag de dag onder controle dat iemand zijn data in Dropbox opslaat? Dat is best lastig. Vroeger was dat natuurlijk gewoon naar jezelf e-mailen, maar het probleem is alleen maar groter geworden en verder verschoven en nog toegankelijker geworden. Hoe zorg je er nou voor dat je daar een oplossing voor gaat vinden? Wij zien dus dat als het gaat over enterprise mobility management, daar je een uniforme aanpak voor moet nemen. En dat je al die elementen uit die stack van die werkplek, dat gedeelte tussen de gebruiker en de IT, onder controle kunt krijgen. En als wij dan kijken naar de vier pilaren waar eigenlijk enterprise mobility op valt en staat, dan zijn dat desktop virtualisatie, het hebben van een goede identity, ervoor kunnen zorgen dat mensen zich kunnen autoriseren en authentiseren. Het hebben van controle op die devices, dat je weet welke devices toegang hebben tot jouw omgeving. En dat je ervoor zorgt dat die toegang tot informatie op de juiste manier verleend wordt. En ik wil heel even een uitstapje maken als vraag zijnde, want als je dan enterprise mobility paradigma, zeg maar, wilt gaan omarmen, dan begint dat al heel klein. En ik heb hier de vraag, welke tool gebruikt u om uw pc's up-to-date te houden? En dit keer gaat het iets moeilijker worden dan ja of nee. Wie gebruikt er System Center Configuration Manager op dit moment?
om zijn PC's up-to-date te houden. En dan, ik wil eigenlijk even focussen op security updates. Oké, nou, er waren al net heel veel handen. Wie doet dat met Active Directory? Oké. En wie doet dat met WSUS? Oké. Ja, dat is wel een beetje de verdeling zoals dat in de markt ook is. Dus het merendeel gebruikt System Center Configuration Manager. Active Directory is, en de policies om dat bij te houden, is wat klassieker. Om heel eerlijk te zijn, in WSUS is inderdaad ongeveer een derde. En wie doet het niet? Niemand. Dat is waar het naartoe moet. Al dat werk om security updates te gaan bijhouden, om de IT-afdeling bezig te houden met het controleren of een update wel of niet een omgeving om gaat gooien. Onzin. Ik ben er even heel stellig in om het neer te kunnen zetten. Wij hebben de grootste gebruikerscommunity waar geen enkele andere organisatie tegenop kan. De consumenten. Die voorzien wij ook van updates. En die updates die krijgen zij net zo goed voor hun kiezen als jullie uiteindelijk als organisatie. En ook daar komen situaties uit naar voren dat er iets niet werkt. Daar zitten we bovenop om ervoor te zorgen dat het werkt, want het is ons pakje aan op dat moment. In de filosofie en de denkwijze wordt het dus belangrijk om na te denken. En ik snap dat jullie het gevoel hebben van, nou, dat is leuk praten vanuit Microsoft, maar bij ons kan dat niet. Het zal kloppen in sommige situaties, maar niet altijd en niet voor iedereen. En dat is de nuance die ik er nog even bij wil brengen. Maar het willen controleren van security updates, het willen controleren van driver updates. We zijn ondertussen, sinds Windows 7 hebben we dat zeg maar geïntroduceerd, dat we met automatic update ervoor kunnen zorgen dat we de systemen kunnen managen vanuit de Windows update services. En daar hebben wij een verantwoordelijkheid in te nemen. En die is groter dan die van jullie. Met alle respect. En daardoor zouden wij dus eigenlijk een situatie zien waarin het makkelijker zou moeten worden voor IT-organisaties om daar minder tijd aan kwijt te zijn. Dus ik hoop dat ik het... Ik denk dat ik aan de ene kant mensen confronteer met zoiets van, nou, dat zie ik nog niet gebeuren, dat kan bij ons niet. Aan de andere kant hoop ik dat ik jullie aan het denken zet, van is dit nou daadwerkelijk iets waar we de tijd aan moeten blijven besteden? Even een vraag. Jazeker. Ja. Nou, ik denk dat het ook over de Microsoft-updates gaat, die gecontroleerd worden. Ja, hey, en ik zeg ook niet dat er gestopt moet worden met System Center Configuration Manager, begrijp me niet verkeerd. En ik zeg ook niet dat die hele onderdeel van de organisatie die de update zeg maar faciliteert niet meer nodig zal zijn. Maar wat wel zo is dat het als het gaat over driver updates, Windows applicatie updates, Windows security updates en updates op Microsoft applicaties, dat wij juist daar een verantwoordelijkheid hebben om dat op de juiste manier te servicen. En ik ga zo meteen iets meer vertellen over hoe dat eruit gaat zien voor Windows 10. En dan hoop ik dat het een iets comfortabeler gevoel gaat geven. Heel even. Ons punt is dus, om dit allemaal mogelijk te maken, waar wij het nu over hebben, daar heb je een nieuw platform voor nodig. En een platform is meer dan alleen een besturingssysteem, maar ik wil even inzoomen op wat Windows 10 daarin gaat betekenen. En specifiek Windows 10 in een zakelijke omgeving. De vier focusgebieden van Windows 10, om dat nu als volgende release te brengen, is dat we ervoor gaan zorgen dat we het Windows-platform bij elkaar gaan brengen. Dat we ervoor gaan zorgen dat het beter voor je werkt om werk en privé tegelijkertijd op hetzelfde apparaat te kunnen doen. Dat je beschermd bent tegen de nieuwere security bedreigingen die er komen en die er daadwerkelijk al zijn. En dat je ervoor gaat zorgen dat je een continue innovatie kunt brengen als je de platform op de juiste manier adopteert. Laten we even beginnen bij het hebben van één platform. Wat betekent dat? Dat hebben we eigenlijk al een beetje gedaan toen we de kernels van de verschillende dingen waar we ons besturingssysteem op laten landen bij elkaar brachten. Maar daar hebben we de eerste stap slechts mee gezet, want het gaat om meer dan alleen het hebben van een gezamenlijke kernel. In Windows 8.1 en Windows Phone 8.1 hebben we
het app-model bij elkaar gebracht. Dat betekent vandaag de dag dat een applicatieontwikkelaar een universal app kan bouwen die op zowel de telefoon als op die Windows 8.1 omgeving gebruikt kan worden. En de volgende stap is nu nog dat we ervoor gaan zorgen dat dat platform echt als één ook gaat worden. Zodat het niet alleen gaat over de kernel, het app-platform waarvoor developed wordt, maar dat je daadwerkelijk ook naar één management-omgeving gaat. En dat je dus eigenlijk dat op dezelfde manier kunt managen, deployen, maar ook de apps daarop kunt laten landen. En dat vanuit ons perspectief, om dat te onderhouden, de kernels allemaal hetzelfde zijn. Dat levert ons het voordeel op dat wij Windows over al die verschillende apparaten als één uniform systeem kunnen gaan zien. Of dat nou een telefoon is, of tot en met de desktop all-in-ones. En jullie zagen net al dat kleine pootje van een Windows Embedded of Internet of Things voorbij gaan. Ook dat nemen we mee in dat hele geheel. Ook daar zal dus de Windows die op dommere devices zit, zal hetzelfde zal dezelfde Windows zijn. Eenzelfde app-platform hebben en eenzelfde management daarop hebben. Zodat we uiteindelijk naar één systeem kunnen. Dat ene platform dat levert ons een universal app platform, maar ook één security model, een management systeem waar we al die besturingssystemen voor al die verschillende apparaten op kunnen managen, dat we ook één deployment manier krijgen en voor de gebruiker een herkenbare ervaring eigenlijk. Het tweede waar ik het over wil hebben met jullie is, hoe zorg je ervoor dat je continu innovatie kunt gaan brengen? En we gaan echt, als jullie op de juiste manier dat ook met ons mee daarin gaan, gaan wij de management van het besturingssysteemplatform helemaal omgooien. Maar we geven wel keuzes, want je hoeft niet per se 100% mee te gaan. We willen juist er ook voor zorgen dat je die innovatie wel kunt brengen op de snelheid waarin je het zelf wil introduceren. We gaan de deploymentwijze op een andere wijze gaan inrichten. De App Store for Business is daar een belangrijk onderdeel om de applicatie te faciliteren en ervoor zorgen hoe je altijd up-to-date blijft. Als we het heel even terugbrengen naar enterprise mobility, dan speelt Windows 10 daar een hele belangrijke rol in om dat mogelijk te maken. Maar het stopt niet alleen bij Windows 10. We gaan er echt voor zorgen dat we daar ook mobile device management eigenlijk als de standaard gaan hebben, ook hoe je Windows 10 zal gaan managen. Zodat het gezien kan gaan worden als een soort additioneel mobiel besturingssysteem. En op die apparaten wil je verder gaan, want je wilt ervoor zorgen dat als het meer gaat dan over e-mail en de agenda, dat de toegang tot die bedrijfsresources gegeven wordt onder jouw condities als IT-afdeling zijnde. Dus afhankelijk van waar iemand misschien is of welk apparaat die gebruikt, krijgt die toegang tot bepaalde onderdelen wel of niet. En je wil het voor de gebruiker eenvoudig maken om ieder device wat die heeft, in een bring your own device vraagstuk, eigenlijk toe te voegen aan die omgeving om daar gebruik van te maken. Voor Windows 10 betekent dat dus dat we een focus gaan hebben op het mogelijk maken van het managen van het besturingssysteem op een mobile device management wijze. Dat het daadwerkelijk ook nog in die bestaande infrastructuren in te passen is. En dat het niet alleen zich beperkt tot onze tooling om dat te doen, maar dat dat opengesteld wordt voor elke andere mobile device management partij om daar iets mee te doen. Als dat jullie voorkeur heeft. Als dan die werkplekken uitgerold moeten worden, dan gaan wij naar een paradigm shift, vind ik. Want we gaan niet meer imagen. We gaan ook niet meer ervoor zorgen dat we heel veel tijd moeten besteden aan de vraagstukken rondom compatibiliteit en het maken van een standaard image voor de werkplek. In principe moet het zo zijn dat je een PC neemt uit de doos met de installatie van de hardwareleverancier en dan ga je dat device enrollen en zal de configuratie van jullie organisatie daarop toegepast worden. En het is belangrijk om daarin te gaan onderzoeken of dat voor je werkt. En als je dan die overgang wil maken op de bestaande apparaten, dan heb je de mogelijkheden om zelfs in-place upgrades te doen. Vanuit Windows 7 naar Windows 10. En we hebben er heel veel tijd stoppen we erin om dat juist mogelijk te maken. Dus de technical preview die vandaag de dag beschikbaar is, daar wordt ook juist van gevraagd. Dat meten we dus ook. Wie doet allemaal een in-place upgrade?
En blijft het goed werken? En wat moeten we er nog aan doen om het werkend te houden? Nou, de App Store is een belangrijk onderdeel daarin. Daarin gaan we mogelijkheden toevoegen om dat echt ook centraal te kunnen managen. Als je naar een Windows 10 omgeving gaat die aansluit bij een enterprise. Zodat je met volume licensing rechten veel beter controle krijgt over het hebben van een App Store voor de enterprise en de applicaties daarin af te leveren. En dat je dus ook op een enterprise wijze ook publieke applicaties vanuit de store ter beschikking kan stellen binnen je enterprise. Eentje die ik zeker niet bij jullie achter wil onthouden, is hoe zorg je ervoor dat, hoe gaan wij ervoor zorgen dat die systemen up-to-date blijven? Want in de consumentenwereld gaat het zo zijn dat als jij een Windows 10 PC hebt, of je het nou wil of niet, je krijgt nieuwe updates, nieuwe versies en je zal dus continu bijgewerkt worden. En iedere 4 weken krijg jij weer een update, niet alleen een security update, maar juist ook een update om ervoor te zorgen dat functionaliteit toegevoegd kan worden waar dat nodig is. In een bedrijfsomgeving kan je dat helemaal niet als een wenselijke situatie zien en kan je dat zien als mission critical systemen. Maar laten we eerlijk zijn, niet elk systeem wat binnen jullie IT-organisatie gefaciliteerd wordt, is een mission critical systeem. Daartussen zitten eigenlijk de business users, die zitten daar een beetje in gevangen. En die willen wellicht wel toegang krijgen tot nieuwe mogelijkheden. Kortom, we gaan ervoor zorgen dat we die mix gaan kunnen ondersteunen. En dat betekent dat consumenten eigenlijk continu hun security updates en hun updates op het besturingssysteem gaan krijgen. Naarmate de tijd vordert zal dus hun functionaliteit en kwaliteit van het besturingssysteem toenemen. Voor de business users kan je ervoor kiezen om te zeggen, nou dat stel ik even 4 maanden uit. En in die tussentijd kan ik kijken of het wel of niet werkt in mijn omgeving. En daarna gaat die gebruiker uiteindelijk gewoon geüpgrade worden via het Windows Update systeem. En voor mission critical systemen kun je de keuze nemen, ik wil helemaal geen enkele update. Ik wil ervoor zorgen dat dat gewoon blijft draaien zoals ik het heb ingericht. En geen enkele update wil ik daar toelaten en misschien nog wel de security updates, maar daar wil ik het bij laten. En natuurlijk kun je dan wel door de tijd heen ervoor zorgen dat je wel een upgrade doet. En in principe gaan wij dus er ook voor zorgen dat het besturingssysteem, zoals we dat nu vandaag de dag al hebben, 10 jaar lang ondersteund blijft. Ik wil nog heel even terug naar enterprise mobility, omdat daar die elementen in zitten die het mogelijk maken om juist nu al de eerste stappen te zetten. Het hebben van een identity waarmee je zeg maar goed kunt identificeren op cloud applicaties is daarbij belangrijk. En dan moet je gaan nadenken over het hebben van een hybrid identity. Desktop virtualisatie blijft een valide scenario om te kiezen voor daar waar dat niet werkt. En zo zien wij dat vanuit Microsoft in ieder geval, dat je ervoor kiest om desktop virtualisatie en VDI-oplossingen te hebben voor de scenario's waarin dat noodzakelijk is om thuiswerken aan mensen te gaan faciliteren die je geen pc wilt geven, of om die applicaties te ontsluiten die niet gaan werken op een andere omgeving. Het hebben van toegang tot informatie is niet geheel onbelangrijk. In die hele keten zit data ergens als heel belangrijk onderdeel. En je moet ervoor gaan zorgen dat informatiebeveiliging gaat plaatsvinden in zo'n mobiele wereld. Windows 10 gaat dat heel erg ondersteunen, maar je kunt er vandaag de dag al mee beginnen. En we bedoelen dan rights management op data is een van de eerste stappen die overwogen zou moeten worden om tot en met informatiebeveiliging te kunnen gaan. En uiteraard het onder controle krijgen van al die verschillende apparaten met mobile device management. Kortom, wij willen ervoor zorgen dat wij met Windows 10 en Enterprise Mobility er echt voor gaan zorgen dat we jullie als IT-organisaties goed kunnen gaan ondersteunen om die business te helpen transformeren in wat wij noemen een mobile first en cloud first wereld. Vandaag al en morgen met dat wat Windows 10 te brengen heeft. Mijn takeaway is zorg ervoor dat je een mobiliteitsstrategie ontwikkelt die
vooruitkijkt op een manier zoals we in ieder geval mogelijk kunnen gaan maken met het Windows 10 en het Enterprise Mobility Platform. Dank u wel.